Nou, wat fijn dat het gelukt is. Nou, zeker. Als het goed is, zijn we nu live en dan moeten we wachten of er mensen komen die gaan kijken. Zit Robertus nog naast je dan? Zeker. Heb je hem nog, zie jij hem al of niet? Wie zie ik? Oh, ja, Oh, kijk. Rosita. Rosita vraagt of jij ons al live ziet. Jeroen ziet ons, toppie. Super, hebben we in ieder geval één. Ja, Najee. en Najee ziet er ook. Yeah. Nou, we zullen heel even wachten. Totdat we inderdaad weer de kijkers terug hebben. Precies. Ja, Heb je ook Robette zo'n ziet druk week ons gehad? ook live. Wat zeg je? Robette ziet ons live op Facebook. Oh, heel goed. Nou, kijk eens aan. Debbie Horton ziet ons. Katja ziet ons. Nienke ziet ons. Natje. Geen echo meer. Nou, dat goed. Zo dan. Is het helemaal goed om twee keer overnieuw te beginnen? Precies. Jij kan alles goed horen, José? Ik hoor jullie prima. Helemaal fijn. Nou, wat mij betreft. Gaan we beginnen. We hadden het er net over, José. Over dat we. Merken dat we dat er mensen zijn die eigenlijk heel snel willen beginnen. Dus eigenlijk veel te snel naar voren stappen. En Danielle zei daar eigenlijk bij dat zij dat zelf ook had toen zij net begon met mediumschap. Ik zelf herken dat niet. Ik heb het eigenlijk heel erg lang voor me uitgeschoven. Omdat ik vond dat ik niet verantwoordelijk genoeg was. Nou, je kan alles bedenken waarom je er niet begint. Hoe is dat bij jou, José? Hoe dat bij mij vroeger bedoel je? Ja. Nee, ik had dat ook niet. Ik had dat niet, maar ik zie het wel vaak hoor. Maar ik werd eigenlijk een beetje naar voren geduwd. En ik dacht dat dat voor iedereen gold. Dus ik ging gewoon mee in wat me gevraagd werd om te doen. En ik had pas na een paar jaar dat ik opeens de kriebels kreeg en dacht van help. Dit is eigenlijk best wel heel verantwoordelijk en niet zo makkelijk. En kan ik dat al wel? Dus ik begon heel snel en stapte toen eigenlijk terug van... oh jeetje, wat een verantwoordelijk vak. Ja, bij mij is dat precies hetzelfde geweest. Ik vond het veel te verantwoordelijk. En ik was nog heel jong. En ik dacht echt, nou, dit ga ik echt... dit is iets voor oude vrouwen of zo, weet je? Dat kan ik helemaal nog niet... Ik vind het wel heel mooi om wat Danielle zegt, dat ze wat ze eigenlijk haast had, meteen wilde beginnen, zo snel mogelijk. Dat ze dan daarna zag van, oh jee, ik hoef helemaal geen haast te hebben. Ja. Dat zou ik wel iedereen willen aanraden die haast heeft in het begin, om hier goed naar te luisteren. Want er bestaat geen haast in mediumschap. Het is zo verantwoordelijk en zo mooi. En je kunt het je hele leven doen. Dus waarom zou je haast hebben? Ja, helemaal mee eens. Ja. José, wat er in Nederland, wat ik vooral zie, is, hè, je weet natuurlijk dat ik zichtbaar, heel erg zichtbaar ben in Nederland. Is dat mensen niet echt snappen wat mediumschap eigenlijk inhoudt. En dat is de reden dat ik je ook gevraagd heb of je vanavond hier bij ons wilde zijn. En ik zou je heel graag willen vragen of je kort, als het kort kan, van wat nou mediumschap eigenlijk inhoudt, hoe het werkt, wat de beste wegen zijn en wat je de mensen daarin zou kunnen adviseren. Ja, nou, ik adviseer ze om de beste weg te pakken. En dat is toch om te beginnen de weg naar binnen te bekijken. En dat, zoals Gordon Higginson vroeger al zei, eigenlijk is het belangrijk dat je eerst een jaar gaat zitten, gaat mediteren en de ervaringen hebt dat je ziel God is. Hè, dat je eigenlijk God bent, om het zo te zeggen. Dat zal niet voor iedereen makkelijk te zijn om dat te accepteren, maar dat je een ziel bent en dat als je dat kunt voelen, kunt ervaren, dan pas kun je met de ziel van een levende persoon tegenover je connecten, werken
En dan pas kun je met de ziel van iemand die overleden is werken. Als het anders gebeurt, dan komen er hobbels op het pad. En dan wordt het meer een trucje leren, om een vak leren, maar niet bezield. Het vak uitoefenen. En dat is natuurlijk heel absoluut niet de bedoeling. Dus die weg zou ik zeker iedereen aanraden. Geen haast, ga naar binnen, ga kijken wie je bent. Maar vooral onderzoek wie je niet bent. En als je onderzoekt wie je niet bent, dan kom je vanzelf uit bij wie je bent. En dat is wat de geestenwereld is, namelijk die ziel. En ze zijn niet meer dat wat ze niet waren toen ze hier waren. Dat hebben ze allemaal achter zich gelaten, afgeschud. Ja. Mooi hoor. Ik hoorde een pingeltje, dus toen deed ik mijn microfoon zacht, maar dan hoor ik jullie niet meer. Is dat een kort genoeg antwoord? Oh, van mij mag je het ook doorgaan hoor. Ik kan het alleen maar beamen en ik weet dat er mensen kijken die dit ook echt nodig hebben om te horen. En dan kan je dat inderdaad wel vaak aangeven hoe het zit. Maar het is de eager om te willen. Terwijl het inderdaad gewoon juist is. Ga maar eerst gewoon eens zitten. Ja, weet je, we zijn zo druk in het leven om steeds maar te bewijzen wie we niet zijn. En we zijn zo involved en zo, we hangen zo aan allerlei dingen die we helemaal niet zijn. Ik bedoel, een medium ben je als vak, maar je bent niet een medium als ziel. Als ziel zijn we allemaal gelijk, of je nou bankdirecteur bent, of stratenmaker, of medium. Okay. Mensen hangen er vaak iets aan op, alsof, nou, dat is het einde van de wereld. Als je medium bent, dan heb je het wel helemaal gemaakt. Of nu nooit meer goed te zijn. Ja, precies. Dat gaat niet. Je moet eerst aan die jaloezie werken en je moet eerst aan acceptatie van jezelf werken. En het is belangrijk dat je jezelf lief hebt voordat je anderen lief kunt hebben. Ja, het is heel cliché, maar het is helemaal waar. Ja. Maar ja, goed, volgens mij komt dat inderdaad met de jaren en is je ervaring als mens daar veel belangrijker in dan je ervaring als medium wat mij betreft. Absoluut. Ja, ja, zeker. En weet je, we hechten vaak zoveel waarde aan de spirituele wereld, aan de boodschappen. Van, oh, ik hoop dat ik een boodschap krijg. Maar wat doet een mens met die boodschap? Ja. Dat is... Ja, en als ze echt zouden voelen in hun hart wat die boodschap betekent, dat wat er ook is gebeurd in de persoon die overleden is, in zijn of haar leven, dat allemaal verleden tijd is en dat ze daar niet meer mee zitten. Maar het enige waarvoor ze komen, is natuurlijk bewijzen geven dat zij het zijn, anders herkennen we ze niet. Maar de werkelijke reden waarom ze komen, is om te zeggen, ik hou van je en je bent oké zoals je bent en ik mis je. En dus alle jaloezie, boosheid, frustratie, dat hebben ze allemaal achter zich gelaten. Het zijn pure zielen die met herinneringen komen uit hun leven. Als de mensen dat zouden realiseren, dan zouden ze heel anders kijken naar de boodschappen die ze krijgen. Dan zouden ze zich realiseren dat ze een ware, pure ziel ontmoet hebt, die ooit hun vader of moeder was, of zus, of echtgenoot. Maar zouden mensen die niet bezig zijn met mediumschap, hè? Ja. Dat kunnen, denk je? Ik zou niet weten waarom niet. Als wij als medium ze dat proberen duidelijk te maken, dat we 1, informatie geven dat zij het zijn. 2, dat we zorgen dat we zuiver werken, dat we niet jouw vader bij mij afleveren. Want wat moet jouw vader bij mij? He, en dat is gewoon hard werken. En dat is prachtig en dat kan je ontwikkelen. En dat is schitterend. Maar als we daarnaast duidelijk maken dat het goed gaat met ze. En dat ze in een wereld leven waar geen
haat en nijd bestaat, geen fysiek lichaam, geen financiële zorgen, et cetera. En dat ze dat aan ons willen overbrengen. Dat er een wereld is van pure liefde waar zij verblijven. En dat ze hopen dat wij door ons hart regelmatig in de ogen te kijken en vanuit ons hart te leven, dat wij dat ook kunnen, dat ze daarom bij ons komen. Daar hoef je geen medium voor te zijn of mediumschap te beoefenen om dat te begrijpen, lijkt mij. Lijkt mij ook. Ik hoop het ook. Nou scheelt het. Weet je, vroeger was het natuurlijk ook, we praten altijd wel een beetje over mediumschap. Maar aan zich in die tijd veel sterker was, waardoor ze ook veel meer of minder bewijsdrang hadden naar het sceptische kant van dit. Waarin ze gewoon geloofden en wisten dat God iets was wat verbonden was. En waar dan ook de geestenwereld uit voortkwam, of de spirituele wereld uit voortkwam. Dus we gaan het gewoon voortzeggen. Ja, ja. En dat is ook mooi, weet je. Jullie beiden zijn ook zeer geïnteresseerd in het zitten, in de stilte, het trance ontwikkelen. En dus met je gidsen te werken. En dat is ook een deel van mediumschap. En ja, het doel van gidsen is volgens mij ook alleen maar om ons te laten zien dat we zuiver zijn in de essentie van wie we zijn. En natuurlijk, ze fluisteren ons wel eens in van goed gedaan of ga linksaf. Of zij het zijn of dat het je eigen wijsheid is. Dat kunnen we ook niet helemaal hard maken. Maar in ieder geval is voor mijn gevoel de enige reden waarom ze bij ons zijn, om ons te helpen zo dicht mogelijk bij onszelf uit te komen en dat te leven. Ja, dat denk ik ook. En niet zo. Dat ook doen. Ja. 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 Ja, weet je, ik denk dat er. Maar dat is persoonlijk. Ik denk dat er geen andere weg is. Ik denk dat dat de enige weg is, weet je. Ik kan het niet alleen. En zonder dat element denk ik dat je niets bent. Of niets is misschien niet goed genoeg. Maar dat je. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat je niets voorstelt, weet je. Als je die connectie niet kan maken, dan zal je best die feiten eruit kunnen pompen. En dan zal je best een medium kunnen zijn die dat overbrengt. En goed ook, wellicht. Maar als je die essentie, die kern niet zelf kan voelen en niet kan overbrengen, dan denk ik dat je mediumschap, ik doe best een grote uitspraak, maar ook niet gelukt is. Of niet, ja. Ja, weet je eens. Je hebt een vak geleerd, maar je leeft het niet. Dat is wat je wil zeggen. Ja, dat is wat ik bedoel. En weet je, is het dan zo, komt dan die boodschap van die ziel dan wel over? Ja, precies. En slaat dan direct niet de plank volledig mis? En zijn we dan niet terug bij het feit, waar verbind je dan mee? Ja. Ja. Dus ja. Ik zie dat er vragen worden gesteld. Dus als je het leuk vindt, dan gooi ik er even eentje in. Ja, tuurlijk. Ik zie de van Marguerite, die doe ik zo. Want ik had al op die van Mark gedrukt. Maar jullie zien hem niet volgens mij, hè? Nee, ik zie geen vraag. Oh, nu wel. Als het medium niet zuiver genoeg is, neemt de spirituele wereld dan een flinke stap terug? Of doen ze evengoed een poging toenadering te zoeken? Nou, José, voel je vraag? Ja, zeker. Hele goede vraag. Ik neem aan, Mark, dat je doelt op waar we het net over hadden. Met niet zuiver genoeg. Hè? Want niet zuiver genoeg is natuurlijk heel, heel breed. Maar het is niet zo dat, in mijn ervaring tenminste, de mensen die ik ken. Ik ken ook mensen die een goed medium zijn, maar die wel in die rol stappen zodra ze aan het werk gaan. En daarbuiten inderdaad niet zo heel veel bezig zijn op een gegeven moment om zichzelf te ontwikkelen. Daar niet zoveel behoefte aan hebben om nog te zitten en nog die goddelijkheid, die liefde in zichzelf te ervaren. Dat is niet iedereen zijn passie. Of het mediumschap dan minder wordt. Minder.
Je kunt het waarnemen. Je kunt het waarnemen en anderen kunnen het misschien niet waarnemen, maar wie hou je voor de gek? Ja, ik denk jezelf. Ik weet dat de geestenwereld een keer gezegd heeft dat ze met elk medium die contact wil doorgeven zal werken. En dat ze geen enkele manier laten liggen om die boodschap toch door te brengen. Want een medium is voor hun een medium. Ja. Het gaat niet over met wie ze het beste werken. Maar ik denk dat het aan ons is om het beste medium te zijn voor zowel onszelf en als de ontvanger. Ja, maar ook de ontvangers, weet je. Ik denk dat dat ook iets is. Maar goed. Het wordt een hele filosofische avond volgens mij. Want Margriet vraagt, hoe kan dat het vroeger sterker was? Dat het mediumschap vroeger sterker was? Ik zei net, en ik denk dat ze daarop doelt, dat ze vroeger... door geloof en door het meer zitten of het bidden of het meer in connect zijn met die spirit, dat het daardoor sterker was. Ik denk dat ze daar op doelt. Nou, wat sterker was het fysiek mediumschap en de trance. Ja. Wat anders was dat vroeger zag je mediums op het podium staan en dan zeiden ze... ik heb een vader hier en hij heet zus of zo, of dit was zijn werk en zijn dochter zit daar. En dan kreeg je nog één opmerking, maar omdat ze direct gingen naar iemand in het publiek, wat op zich natuurlijk al geweldig is als dat kan. En dan was het is je vader, dit was zijn werk, zo heette die bijvoorbeeld, of op die datum is hij overleden. En dat was het contact. Ja. En omdat het zo specifiek was, vond iedereen het gewoon prima om daar genoeg aan te hebben. Dus dan waren het geen 10 of 12 contacten die er op een avond werden gemaakt, maar dan waren het 20 of 25. En nu is er een tijd ontstaan waarin we eigenlijk allemaal nog meer informatie willen. Het is nog niet specifiek genoeg. Ik wil eigenlijk nog iets, weet je wel. We eisen steeds meer van mediums en van de spirituele wereld in een contact. En daardoor, maar daardoor is het niet nu minder sterk. Alleen het is veranderd. Het is veranderd. Ik denk dat wij veranderd zijn. En niet zozeer wij, maar ik denk dat inderdaad de publiek veranderd is. Hè? Je hebt Google en je vraagt alles op en... Het is zo'n snelle communicatiemanieren geworden. Dat we daardoor, denk ik ook, meer van onze mediums eisen. Absoluut. Ja, vind ik ook. Ja. En de kunst is dan om dat niet te doen. Hè? Je niet in die verleiding te laten. Ja. Dat is lastig. Ja, dat is lastig. Maar ik vind ook altijd wel een uitdaging om bij een demonstratie bijvoorbeeld 5 minuten contacten te doen. Niet meer. Ja, je houdt er lekker vaart in. En het is voldoende informatie. Ja, ik doe het ook hoor. En ik probeer ook al zo snel mogelijk, zo direct mogelijk te gaan. Maar nou is mijn mediumschap ook heel snel. Dus dat voordeel heb ik nog niet opgevallen. Ja. Razende roel. Op. Ja, jij hebt hier bij me gewerkt natuurlijk. In een soort tornado. Wat zeg je, José? Ik hoorde je niet. Het is leuk voor het publiek om veel verschillende mensen te horen via een medium. Ja, absoluut. Want dat houdt het ook actief. Blijft ook iedereen erbij. Maar, absoluut. En soms mag je ook best... heel snel. Ja, soms mag je best wel eens het publiek weer langzaamaan een beetje bewuster te maken van het feit dat het gewoon echt een heel moeilijk vak is. En dat het ook energie kost. En dat mensen ook best wel gewoon tevreden mogen zijn. Als hun hart geraakt is, is het toch goed? Ja. Als iemand tegen mij zegt, goh, José, ik heb een vrouw hier en het voelt als een zus. En ze laat weten dat ze een boek heeft geschreven of meerdere boeken heeft geschreven. En jij hebt een boek van haar. Dan weet ik wie het is. Dan weet ik dat mijn zus er is. En dat neem ik mee in mijn hart. Vind ik prima, ik hoef niet meer. Nee, ik ben het helemaal met je eens.
eerlijk gezegd vind ik het soms heel erg van de informatie afdoen als het te veel gegeven wordt. Maar dat is echt mijn persoon. Dan denk ik, ja, weet je, dan weet ik het wel. En het wordt, maar ja, dat zegt alles over mij. Ja. Ja. Dan gaat net of de power, weet je, de power gaat op een gegeven moment zakt af. En je ziet dat zo'n medium uit het wat gehoord is en gevoeld is terug gaat halen. En, weet je, dan heb ik inderdaad. Herhalen wat je gezien hebt. Ja. Dan hou je 12 minuten wel vol. Zal ik eens kijken of er vragen zijn? Oh, er wordt genoemd dat je een fijne stem hebt, José. Dank je. Richard Stoop zegt hoe zuiverder, hoe meer info je kan zien. Even kijken. Oh, dit is mooi. Ja, Jeroen. Voor mij ben ik het volledig mee eens. Hoe denk je erover? Ja, meer is het ook niet. En dat is ook wat ik regelmatig tegen Jeroen zeg. Dus dat is ook iets wat hij wel weet. Maar zo'n way of life is ook inderdaad gewoon zakken en zitten en vertrouwen, overgeven, loslaten, niet de mind toelaten. En maar ook voor mij wel de vrouw in de Albert Heijn die hulp nodig heeft, dat ze niet bij de bovenste plank kan of... kwijt wil dat haar man net overleden is. En weet je, dat daar tijd voor maken is voor mij misschien soms nog wel meer mediumschap. Dan dat hele consult. Mee eens. Dus, ja, want dan heb je het over de ziel. Van ziel tot precies, ziel. Toch? Ja. En als je dan toch iemand kan helpen, kan je toch zo'n fijn gevoel hebben als je dan thuis aan je bakje koffie zit? Ja. Of thee, mag je zelf weten. Oké, nou, dit is wel heel even leuk. Charlie's Angel Cor. Ik weet even niet meer wie het waren, maar volgens mij waren het hele knappe vrouwen, dus ik ben in. Dankjewel, Cor. Hoi, Cor. En Jeroen. Dat was Jeroen, die is een student van jou, hè, Daan? Ja, die heb ik vorige week nog gezien. Hij heeft er uitgebreid over verteld. En ook het indruk hè, van, goh, maar het verschil ook in Nederland en de richtlijnen, met name in Engeland. En dat hij ook bewust is geworden, weer, dat, oh ja, het is toch wel veel mijn mind en meer de power toelaten en in de power zitten. En ik raad dat ook echt iedereen aan. Ja, weet je, je kan een student bij mij zijn, een student bij jou zijn of bij Rosita zijn, maar... volg je weg en volg je hart en luister. En dat is het alleen maar mooi dat hij een dag bij je geweest is. Want dan krijgt hij ook weer energie van, zeg maar. Nou, maar wat ik ook vaak... Ik vind juist, ga bij anderen. Want de kwartjes vallen vaak die jij geplant hebt. De zaadjes die jij geplant hebt, die komen vaak tot bloei bij. Als iemand anders dat nog een keer vertelt. Ja, is dat wel. Is een andere stel. Maar... Weet je, ik hoor zo vaak dingen terug dat mensen zeggen, ja, ik ben daar geweest, nou, dat was echt voortreffelijk, want daar zeiden ze dit of dit. En denk, nou, dat roep ik al 2 jaar, maar goed. Het zal wel. Ja, zo gaat het, ja. Ja. Maar... Grappig dus zoveel mogelijk, ja. Ik zie nog een leuke vraag van Cor. Er zijn zoveel opkomende spirit art mediums. Heb je het idee dat dat met een reden gebeurt? Ja, dat zal natuurlijk ook komen, omdat Cor zelf ook tekent. En ik heb hem wel eens naast gezeten toen we een week bij Scott waren de vorige keer in april waren we in een huisje en hij doet dan zijn radio in en het ontstaat gewoon en je ziet inderdaad steeds meer mediums die willen tekenen of gaan tekenen, dus dat is inderdaad een goede vraag. Heb jij daar een idee over, José? Nou, we hebben natuurlijk een aantal hele goede spirit artists op de Arthur Findlay College. Het is natuurlijk sinds een aantal jaar dat die docenten naar Nederland komen. Ja. Zoals Lynn en Sue. Ja. En dus heel veel mensen die niet naar Stansted zijn geweest, die komen er nu mee in aanraking en beginnen dat nu te ontwikkelen. Ja. Ik denk ook dat het niet per se weg is geweest, alleen dat ze niet wisten dat het bestond. Precies. Ja. Ja. Oh, leuk. Tia zegt, ik denk dat onze cultuur ook mee te maken heeft. Ja, daar link denk ik aan... De Italiaanse cultuur of haar Nederlandse cultuur? Nou, beide, denk ik. Gewoon cultuur in het algemeen van de maatschappij. Ik denk dat ze dat bedoelt als het zo is.
Eens even kijken. Hoi Cynthia. Ciao. Oh, zo'n schouwbellen. Ik heb haar vandaag voor het eerst ontmoet, maar adembenemend. Wat een fijne vrouw. Ja, ja. Maar weet je, het zijn allemaal voorbeelden. Ik zie nu dat mensen ook vragen gaan stellen over consultvragen. Dus als, ik wil toch wel even benoemen dat we deze uitzending puur doen ter info en om elkaar wat beter te leren kennen, maar zeker ook mediumschap beter leren kennen. En we geen consulten doen. Danielle van Tilburg vroeg dat. Dus mocht je de behoefte voelen om bij iemand langs te gaan, voel je vooral vrij om José of Danielle te bellen. Om een afspraak te maken. Oh. Rien heeft een vraag voor jou, José. Ik ben benieuwd wat je vindt van paranormale beurzen, waarbij het accent veelal ligt bij toekomstvoorspellingen en nog meer van dit soort randverschijnselen. Ja. Weet je, Danielle die zit al jarenlang op de lijn van Astro. Is echt de pionier in Nederland wat dat betreft. En daar heb ik heel veel bewondering voor. Dat heb ik ook vaak genoeg gezegd. Omdat het een... absoluut niet een makkelijke plek is, zeker omdat je ook op tv komt. En je mensen bereikt die misschien nooit naar een medium gaan, maar wel denken, al veilig vanuit huis kan ik wel even bellen. Niemand ziet het. En met beurzen is het ook zo dat heel vaak mensen naar een beurs gaan die nog niet naar een privéconsult willen gaan, die ook absoluut de weg niet weten, maar die een beurs laagdrempelig vinden. Net zoals een telefoonpakket laagdrempelig kan zijn. En er zijn mensen op beurzen, daar heb ik heel veel bewondering voor, omdat je de hele dag binnen zit. Je hebt geen idee wat voor weer het is. Je zit onder TL-verlichting. Je hebt niet een eigen kamer waar je kunt werken. Iedereen kan je horen. Er staan vaak al 3 mensen weer te wachten op hun beurt. En er zijn heel veel mensen gebaat bij de informatie die gezegd wordt. En er zijn veel mensen niet bij gebaat, omdat het niveau... misschien niet is wat ze hoopten of wat dan ook. En hetzelfde gebeurt ook bij mediums als je naar mediums in hun praktijk gaat. De een vind je geweldig en de ander vind je niet zo goed. Dus ze zijn er en als de intentie goed is van de mensen die werken en hopelijk zorgen ze ervoor dat ze zelf ook verder groeien, dat ze zelf ook naar elke beursdag terugkijken en nagaan of ze vanuit hun hart gewerkt hebben, of ze eerlijk geweest zijn. Als ze toekomstvoorspellingen hebben gedaan, dan zou ik willen zeggen, als er mensen kijken, zou je het zelf leuk vinden als jouw toekomst aan een tafeltje in 10 minuten wordt, op je bordje wordt gelegd? Of zou je misschien liever je eigen pad volgen? En dus ik ben niet zo van de toekomstvoorspellingen. Dat is wel heel eerlijk, dat moet ik ook gewoon zeggen, want daar sta ik echt achter dat ik denk, ik zou niemand willen hebben die tegen mij zegt, over 5 jaar ga je dood. Of over 5 jaar gaat je man dood. Of je gaat scheiden. Of je kind krijgt een ongeluk. Of je wordt ziek. Hou alsjeblieft op. Dat doe ik ook niet hoor. Nee, jij niet. Nee, jij niet. Maar dit gaat echt puur voor die beurzen mensen. Die met elkaar beurzen. Ja. Die een kaartje trekken en dan zeggen ze, kijk maar uit, want je moeder, dat gaat helemaal niet goed. Ja, nou, maar dan kom je op verantwoording. Hè? Moet je ook überhaupt die verantwoording willen nemen? Ik wil het ook niet over mezelf weten. Laat staan dat ik er überhaupt iets over zeg. En ik denk, en dat is dan echt waar ik zit al jaren aan de voorkant, ben heel erg zichtbaar. Maar op het moment dat je dat soort dingen doet, ga alsjeblieft terug achter de schermen. Ga je ontwikkelen en pas aan de slag op het moment als je weet waar je mee bezig bent. Want die verantwoordelijkheid, die is zo hoog, dat je echt geen dingen moet gaan zeggen die je inderdaad gewoon zelf ook niet zou willen weten. Ja, maar nee, ik vraag me ook af. Of het echt is wat ze door, zoals ze dan prachtig mooi zeggen, doorkrijgen. Of dat het een angst is die je wellicht oppakt. Of een iets, weet je. Dus daarin zit gewoon, denk ik, een beetje ervaring wat er nog niet is. En waarbij de omstanders heel vaak tegen iemand zeggen dat ze het heel goed zijn.
En dat ze inderdaad zelf niet reflecteren om te kijken, is dat wel zo? Ik ben zelf hier in dit vak eigenlijk gerold, doordat ik bij een handlijnkundige was. Dat studeerde ik destijds in India. En die man die zei, voor mijn examen moest ik handen meenemen. Dus ik had handen mee van familie en vrienden. En die docent die zei bij een van die handen, de close iemand tot mij, van hij krijgt AIDS en het zal niet al te lang duren. Wow. Nou, dat heeft toch heeft heel lang geduurd voordat het uit mijn systeem was. Ik geloof wel minstens 10 jaar dat elke keer als die persoon verkouden werd, dan dacht ik, oh, nou gaat het komen. Weet je, je hoort iets in een paar minuten tijd. Jij gaat weg, je ziet het medium nooit meer, maar jij blijft met die negatieve informatie rondlopen. Ja, absoluut. Dat bedoel je met verantwoordelijkheid, hè Daan? Ja. Okay, ja, dus ook, weet je, het is ook op het moment dat als je iets zou zien, weet je, een veel voorkomende vraag, en dat zullen jullie misschien minder hebben als dat het bij mij naar voren komt, kom ik nog iemand tegen? En ik had in december een interview met de redactie van de Linda. En nou, er staat ook groot in, ja, weet je, als je zelf niet van de bank afkomt, komen er dingen ook gewoon niet in beweging. Tenzij je een fantastische postbode voor de deur hebt staan en je doet de deur open, je bent beslagverliefd. Maar tot zover is het en verder is het echt niet. En ik ben het helemaal mee eens, het moet gaan over de ziel. Waar ben je, waar kom je vandaan, hoe ga je met dingen om? Het pellen van een ui en je ware zelf vinden en de geestenwereld toelaten. Dat is wat het voor mij is. Ja, en als je jezelf vindt, dan is het zo makkelijk om de geestenwereld te ontmoeten. Absoluut. Die hoeven niet door al die dingen heen, hè, wat je niet bent, al die obstakels in het hoofd, daar hoeven ze niet doorheen, want je bent een zuiver kanaal, zoals het heet. Mooi. Oké, ik zie nog wat. Dit is een leuke vraag. José, heb jij wel eens momenten gehad dat de verbinding tijdelijk veel minder was of nagenoeg weg? En zo ja, was er dan ook een reden toe? Nou, dat is, het is niet zo dat de verbinding weg was of veel minder was, in de zin van dat de spirituele wereld verder weg was. Maar als ik door een periode heen ging met heel veel stress, dan was de spirituele wereld bij me om me te helpen met mijn persoonlijke leven. Om me even bij te staan. En als er heel veel stress is, dan is het niet altijd even makkelijk om dat opzij te zetten. En om je energie te verhogen. En dat moet je leren, dat moet je ontwikkelen, dat je het opzij kunt zetten. Dat je niet die stress bent, dat je het open kanaal bent. Maar natuurlijk, iedereen gaat door periodes heen dat het is moeilijker is. En als je dan toch moet werken, dan kan het zo zijn dat je gewoon nog een stress erbij krijgt. Namelijk, zou het wel lukken? Ja, dan lukt het wel. Ja. Zijn ze er nog wel? Hoor ik het nog? Ja, zij zijn er nog wel. Maar of jij het hoort, je eigen eens opzij kunt zetten, dat is een ander verhaal. En daar, weet je, voor mij is het altijd... En vertrouwen, weet je. Je moet gewoon blijven vertrouwen dat ze wel geven. Ja, het is altijd weer overgave aan de mind, hè? Overgave aan je denken. Oh, zou het wel lukken? Geef je eraan over dat het gewoon misschien veel is, maar dat het natuurlijk gaat lukken. Geef je niet over aan, oh, als het maar gaat lukken. Nee, geef je over aan, het is even lastig, maar natuurlijk gaat het lukken. Tuurlijk gaat het lukken. Oké, dit is ook een leuke vraag. Is het van essentieel belang om naar Stenzen te gaan om je te ontwikkelen? Oeh. Hele lastige, Margriet. Nee, het is niet van essentieel belang. Maar het is wel heel leuk. We hebben ondertussen hele goede leraren en opleidingen en cursussen in Nederland. En het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat wat je hier kunt krijgen... Dat het beter is in Engeland. Want dat is gewoon niet zo voor iedereen. Het is gewoon fantastische weken, mooie vakantie
voor je ziel en sociaal gezien en lekker vrij van thuis en alles. Dat wel, maar er zijn zulke mooie mediums hier en docenten, dat, weet je, vaak wordt het ook wel gezien als, nou, als je daar maar geweest bent. Ja, dan kan je het. Dan heb je een bordje en dan ben je het. Wat ja. Zo is het niet. Nee. Nee, zo is het zeker niet. En weet je, er komen zoveel mooie mediums die op Stansted werken naar Nederland, Duitsland, overal ter wereld. Dus je kunt je gelukkig tegenwoordig overal goed ontwikkelen. Ja. Ja, nu is het wel echt heel erg leuk, Margariet. En het samen zijn en ook het samen zijn met de docenten, het gelijkgestemde wat er heerst. Niet op alle weken, want ik heb ook al een week meegemaakt dat het niet zo was. Maar het is echt, ja, ik vind het nog steeds jammer dat ik niet meer zo vaak ga. Oké, nu, ik weet niet eventjes wat dit voor vraag is. Wat vinden jullie? Ik zet hem erin en dan moeten jullie maar kijken wat het wordt. Wat vinden jullie van de huistuin- en keukenheksen die zich uitgeven als medium en zelf nog onderbewuste stukken die zij zelf nog niet hebben verwerkt meezenden naar de klant die aan hun tafel zit? Oké. Nou, José. Alle moeilijke vragen geven aan José. Eigenlijk zou ik zou hem willen opsplitsen in twee. Want eigenlijk zegt hij, wat vinden jullie van de huistuin- en keukenheksen die uitgeven als medium? Aan de ene kant. Nou weet je, ik kan me nog herinneren dat toen ik bij José ben geweest, kreeg ik een meditatie-cd, Kom in je kracht en ervaar eenwording en een film. En in die film was één stukje, hekserij is ook mediumschap. Dat vond ik zo interessant. Nou, dat is wel jaren geleden. Dus ik weet niet of hekserij, ja, het klinkt heel negatief. Maar weet je, is het niet alles één met de natuur? Een hekserij of wicca is toch ook een vorm van bezieling? Tenzij je die op een andere manier hekserij bedoelt. Nou, ik denk dat vele wegen naar Rome leiden en dat wij gewoon deze hebben gekozen. Maar ik denk dat als je verder leest en als hij dan zegt, en zelf nog onderbewuste stukken die zij zelf niet hebben verwerkt, meezenden naar de klant die aan hun tafel zit. Spreek even voor mezelf in dit geval. Ik denk niet dat je alle stukken die je in je leven leeft, hebt ontwikkeld en hebt doorleefd. Of wil doorleven. Hè? Ook, ik maak soms als een keus om nu even niet of zo. Dat betekent niet dat ik er niet naar kijk of het niet onderzoek. Maar ik weet wel dat ik ervaring genoeg heb om niet door te zenden aan welke klant die aan mijn tafel zit. Ja. En dus op het moment dat er onbewuste stukken zijn die ik ook niet weet, hè, want dan zou het wel bewuste stukken heten. Zend je dat dan door naar iemand anders omdat... Nou, Richard, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je... het ook wel hebt over de mensen die zich uitgeven voor medium en geen medium zijn. Dus die niet gewerkt hebben en dat soort dingen. Ja, ik denk dat we er alle drie mee eens zijn dat het goed is om te weten waar je mee bezig bent. Ja. Ja, weet je, als je kijkt, ik moet opeens denken aan iets heel anders hoor. Maar wat gisteren in de krant stond, dat zoveel mensen botox en fillers gebruiken. En dat het er ook een groot risico aan zit. Omdat er heel veel mensen eigenlijk niet bevoegd zijn om dat allemaal te doen. Mm-hmm. Maar ja, zo is het ook met mediums. Maar zo is het ook met zoveel beroepen. Dat mensen zich soms uitgeven voor expert in een beroep. Maar eigenlijk gewoon helemaal niet daar... dat gewoon helemaal niet moeten doen. Daar nog helemaal niet klaar voor zijn. En dan ontstaan er natuurlijk wel vreemde dingen. En dan kunnen er vreemde dingen ontstaan. Maar ja, ik heb ook mensen ontmoet in mijn leven die waarvan ik op dat moment dacht van een verkeerde keuze dat ik daar ben geweest en ik heb me laten beïnvloeden. Maar je hebt er toch allemaal mee te maken. Ik bedoel, het is toch jouw weg. Je kan nooit op andermans weg zitten, dus... Blijkbaar was dit toch belangrijk om mee te maken. Maar onderscheidingsvermogen. Hè, als we dat nou mensen
meegeven om zelf te kijken en te voelen. En niet naar veel naar andere wijzen, maar kijk waar je zelf loopt en voelt het goed. Oké, ga je terug, voelt het niet goed, ga je weg. Ja. Ga er niet meer naartoe. Nou, een aansluitende vraag op Marguerite is, als mensen stap verder willen maken en die stap alleen in Engeland is, hoe kunnen zij die stap maken als ze Engels niet zo machtig zijn? En hoe kan de Engelse methodiek die stap in Nederland faciliteren? Jeroen, misschien moet je duidelijker zijn over welke stap je dan bedoelt. Ik denk dat ik wel snap wat hij bedoelt. Omdat hij is natuurlijk bij José geweest. En hij heeft in de groep daar ook over verteld. En dat het bidden in de power, een openingspray en de inspiratie kunnen doen tijdens een divine service. Met name met wat mensen die waarschijnlijk in de SD1 pass en SD4 zitten en hun demonstraties doen in Engeland. Dat hij wil heel graag wel verder. Maar ja, dan heb je toch over Engeland. Terwijl we gewoon in Nederland ook de SNUI kunnen gebruiken, zeg maar. Om in ieder geval te starten. Maar ja, ik denk dat hij het over de certificering heeft. Ja, nou, het zou kunnen. Er is geen snelweg. Dat vooropgesteld. Ja, dus ik zeg altijd, ga je in ieder geval 3 jaar ontwikkelen, serieus. Met ook zo nu en dan eens een week inderdaad, zodat je echt intensief ook getraind wordt naast eens in de 2 weken, dat het langzaam in je leven integreert. Hè? Dat is een mooie combinatie. En daarna ga eens een paar jaar aan het werk. Ga eens 100 of 200 consulten geven, zodat je 100 mensen uit de spirituele wereld ontmoet hebt, met al hun eigen persoonlijkheden en dingen. 100 cliënten hebt gehad, die allemaal anders zijn. En ga eens huiskamers doen, demonstraties doen een paar jaar. En ga dan eens een keer, die mensen waar hij het over heeft, die zijn al 6 jaar klaar met de opleiding. Precies. Die zijn al 9 jaar bezig en die gaan nu voor een certificering. Ja, precies. Nou, het is voor mij ook 8 jaar geleden en dat ik begonnen ben. En nu pas mijn H1 klaar en dan de SD1 aanvragen. Maar dat was gewoon eerst gewoon kilometers maken. En voelen en ervaren. Mensen leren kennen. De energie leren kennen. En ik ken Jeroen natuurlijk. Jeroen wil heel graag heel snel. Heel gepassioneerd. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar alles op zijn tijd. Er is geen kortere route. Er is hoe noem je dat? Nou, ik zeg wel eens, mediumschap is geen noedelsoep. Weet je? Is dat koffie, McDonald's, mediumschap? Je kan niet. Maar goed, ja, weet je nogmaals, dat is een beetje waar we ook mee begonnen. Het feit dat ik voor mezelf ook niet zo nodig echt hoefde of zo. Dat er meer de push en de drive was van buitenaf. En nu zou ik het wel leuk vinden, weet je? Dus dat is iets wat inderdaad met de jaren groeit. Ja. Ik zie nog een vraag van Jitske de Jong. Die zal ik even laten zien. We hadden laatst een discussie over, je hebt altijd een keuze. Maar heb je altijd een keuze? Of is het toch al vastgelegd? Hoe denken we dat we een keuze hebben en hoe denken jullie daarover? Mooi. Ja, heel mooi. Je hebt een keuze als het gaat over, eet ik bruin brood vanavond of neem ik een stuk roggebrood? Over de materiële wereld, je aardse dingen in het leven, daar heb je een keuze over. Maar wat je spirituele rol is in je leven, dat ontvouwt zich. Daar heb je niet echt. Natuurlijk kies je wel voor een cursus die je doet. Maar wat uiteindelijk de bedoeling is, wat we vaak niet weten. Hè? Op een gegeven moment ben je ergens en zeg je, oh, jeetje, ik ben opeens docent of ik ben medium. Natuurlijk heb je er jaren voor gewerkt, maar vaak is dat iets, daar groei je in, dat gebeurt, dat ontstaat. En daar heb je niet echt een keuze in.
Ik zeg wel eens tegen mensen die geweldig zijn het eerste jaar op de opleiding en die dan stoppen omdat ze thuis nodig zijn. Dan denk ik, oh, wat jammer. En dan denk ik, José, doe niet zo egoïstisch. Die mensen zijn thuis nodig. Dat is gewoon wat nodig is. En ze komen wel weer terug, want het is de bedoeling. Dus daar hebben ze geen keuze in. Alleen ze hebben wel de keuze om te zeggen, nee, ik moet nu mama zijn. Ja. Of papa zijn. Ja. Dus het verschil tussen aardse en spirituele stukken in je leven. Spiritueel gezien heb je niet echt een keus. Wat de bedoeling is van jouw pad. Nee, en ik denk dat ze daarop doelt of je dat dan weet. Of je daar dan achter komt. En eigenlijk heb je het antwoord al gegeven dat dat er niet is. Hè? Precies. Ja, als je er bent, dan weet je het. Ja. En mag ik er nog één dingetje aan toevoegen? Ja, zeker. Om het nog duidelijker te maken. Dat als mens maak je dus keuze. Maar als je je afvraagt, ben je wel een mens? Ben je wel een persoon? Of is dat je aardse ding? Hè? Je aardse ding, dat lichaam en het denken en je emotie. En als we teruggaan naar de ziel, dat wat je in werkelijkheid bent, die heeft geen lichaam, die heeft geen denken. Althans niet een denken van jaloezie. Hè? Dat denken, het aspect van de ziel, het denken, is heel puur. Is niet met oordelen, overtuigingen. Is heel liefdevol, puur. En puurheid heeft geen, wat was de vraag? Heeft geen keuze nodig, denk ik. Puurheid heeft geen keuze nodig. Er is geen keuze. Maar dat is toch hetzelfde als in houden van, weet je? Ik denk dat dat altijd het dichtstbij staat. En vooral dat pure, hoe je van je kinderen kan houden. Weet je, dat babytje wat je in je armen hebt, daar heb je toch geen keuze in? Dat hou je toch van? Omdat het babytje nog puur is. Ja. Nog niet met overtuiging. Maar dat wat wij voelen op dat moment is net zo puur. Ja. En als je daar naartoe kan of zo, of daar naartoe kan werken, hè, door in de stilte te zitten en heel dicht bij jezelf, dan denk ik dat de keuzes ook niet meer hoeven of zo. Dat gewoon allemaal oké is. Ja, dan volg je gewoon je pad. Nou, dit is ook een mooie vraag. Die ga ik even erop zetten als het lukt. Hoe weet je dat je geschikt bent om als medium te gaan werken? Als je hem zo stelt, dan ben je dus al lang bezig om je te ontwikkelen. Dan ben je dus al een medium. Dat denk ik wel. Tenminste, Carlijn Eerder, ken jij haar, Daniel? Nee? Ik ook niet. Nee, dus Carlijn, je mag best zeggen of je als medium werkt of ontwikkelt. Dat zouden we leuk vinden om te weten. Dan kan José nog meer fine-tunen in de antwoord daarop, denk ik. Maar ga je gang, José. Ja, want als je kijkt naar jullie cursisten en naar de cursisten hier, dan weten ze of ze al zouden kunnen gaan werken of niet. Ze weten, natuurlijk ben je een medium, je bent altijd een medium zodra je contact maakt met de spirituele wereld. Want je bent een in-between en dat is het betekenis van medium. Maar om te gaan werken als medium, als vak, ja, dat zou je zelf moeten weten. Dat zou je zelf moeten. Ik vind dat daar komt verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Weet je hoe... Daar neem ik aan... ik weet dat er bij jou ook José hoog in het vaandel staat. Hè? Wat geef je een ander en waar ben je zelf verantwoordelijk voor? Je bent je eigen visitekaartje. Ja. Absoluut. Ja. En ook voor de spirituele wereld. Hè? Tenminste, zo. Ik vind dat ik daar een visitekaartje voor ben eigenlijk. Dat ben je ook. Absoluut. Ja, helemaal mee eens. Johan Brugman stelt de vraag. Kun je ziel aan iemand meegeven als je geliefde overlijdt? Nee, je ziel is niet iets wat je uit je lichaam kunt halen, in kan pakken en mee kan geven. Opsturen. Nee. Je geeft je liefde mee. Ja. Maar je kunt niet je ziel, dat wat je bent, kun je niet meegeven. Want dan heb je het al over dat je een persoon is die de ziel meegeeft. En de ziel is niet een persoon. En dat is niet een lichaam, dat is niet een mind. Dus dat heeft ook geen ik. Dus dat kan echt niet. En op het moment dat je je liefde meegeeft aan iemand die overlijdt,
Johan, misschien is het slim om eens te interesseren als je dat nogal niet, of als je dat niet doet, hoe een ziel in de geestwereld is en hoe ze contact met je maken. Want dan zou je ook kunnen gevoed worden, want ik neem aan dat dit vanuit ervaring is. Zou je gevoed kunnen worden van die liefde vanuit de spirituele wereld die jij dan kan voelen, omdat je diegene zo mist. Dus wellicht is het boeiend om daar eens naar te kijken. Ja, ik vind het wel een hele lieve vraag, hoor. Ik ook, ja. Ook. Recht uit het hart, hè? Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ik zie dat Mirjam Berkhoff ook een vraag stelt. Waarom is het voor velen... Ik moet even mijn bril opzetten met dit soort dingen. Voor velen zo moeilijk om de stilte in te gaan. Ja. Ja. Dat ze zo afgeleid worden door het lawaai. Ja. Hè, maar als je een keer de ervaring hebt wat de stilte is... Dan wordt het minder moeilijk. Alleen de mind die wil winnen, de geest wil winnen. Die heb je je leven lang op een troon gezet en die denkt, wat stilte. En dan ik zeker een week op vakantie. Ja, ja. Dat heb ik echt geen behoefte aan. Dus is het goed om een keer de ervaring te hebben wat die stilte is. En daarna vooral te gaan kijken in al die uren per dag dat je... zulke nutteloze gedachten hebt. Hè, want de gedachten gaan alle kanten op. Uren per dag. Als je in het huishouden werkt. Of boodschappen doet. In de auto zit. Noem maar op. Je bent echt niet 24 uur per dag. Heel geconcentreerd met iets bezig. Nee. Dus als je die loze uren. Zou besteden aan... naar binnen gaan met je focus, in plaats van met je focus in je hoofd te blijven. En je af te vragen wie deze nutteloze gedachte heeft. Nou, dan zeg je, dat ben ik. Maar wie ben ik? Ben ik die nutteloze gedachte? Of ben ik misschien iets anders? En als je je dan elke keer goed in de gaten houdt dat je vooral benoemt wat je niet bent en niet gaat benoemen, ik ben pure liefde, ik ben puur bewustzijn, want dan heb je weer die ik, die zegt ik ben pure liefde. En dan gaat het weer over een persoon. Dan zou je zien dat je niet zo nodig die stilte, als je dat moeilijk vindt, elke dag een half uur moet doen. Maar dan wordt het iets waarnaar je verlangt, in die uren dat je eigenlijk je gedachten de ruimte geeft om aan dingen te denken die zo nergens op slaan. En dan leer je om je gedachten stiller te krijgen. Je gedachten meer naar binnen te laten gaan. En als je dat doet, dan vanzelf krijg je meer behoefte om ook eens die stilte met je ogen dicht te ontmoeten. Ja. Maar de mind zal zijn best doen om je eruit te krijgen. Ja. Heel erg. Ja. Maar ik vind het wel verslavend werk, hoor. Als je in de stilte wil zitten. Ik vind het bijna een soort verslaving. Ja. Dat ik mezelf moet... ik heb wel eens tijden gehad dat ik dacht, oh, ik wil weer, weet je wel. Dat ik dan gewoon een paar keer per dag wilde zitten. Dus als je op een gegeven moment die stilte wel opzoekt. Ja, ik kan het wel een soort van verslavend vinden. Ja, en we noemen, woorden zijn zo misleidend, want we zeggen de stilte opzoeken of ingaan, maar we zijn het van natuur. Precies. We zijn van natuur niet dat we denken aan Afrika, Amerika, bla bla bla, alles. De was in de wasmachine. Ja, nou, dat is maar mij, hè. Kijk, dat soort gedachten zijn prima, want dat zijn dingen die moeten gebeuren. Maar het hele verhaal wat we vaak aan één enkele gedachte ophangen. Het is een wolk dat voorbij gaat in je gedachten. Maar als je er een heel verhaal aan ophangt, wordt het een grijze, een zware regenwolk. En dat is waar mensen last van hebben. Van één gedachte hebben we geen last. Maar als mensen daar getuigen van kunnen worden, kunnen observeren, heb ik één gedachte, oh ja, die was moet nog in de wasmachine, klaar. Of heb ik de was moeten in de wasmachine en oh, dan duurt het anderhalf uur voor het klaar. Ja, precies. Ja. Heb ik alles er al bij gedaan? Ja. Heb iedereen het ingeleverd? Ja. Dat soort dingen. Ja, en dan nog, als dat gedaan is en het is klaar, is het prima. Maar we hebben het dan eigenlijk niet over de was, maar meer over ik voel me zo verdrietig. En weet je wat, de volgende dag, oh, ik voel me zo verdrietig. En de volgende dag, ik voel me zo verdrietig. Ja.
Ja. Dan ga je steeds maar herhalen iets heel negatiefs. He, de was is prima, is liefdevol, heeft iedereen zijn was ingeleverd. Maar dat negatieve wat we kunnen hebben in het denken, om dat steeds te herhalen, dat maakt dat we ons allemaal zo ongelukkig voelen. Ja, helemaal mee eens. Dat voelen we in die loze uren. En als je dat observeert en getuige van kunt worden, en erom kunt lachen en kunt zeggen, nee, dat ben ik niet. Ik ben liefde. Ik ben die moeder die kijkt, heeft iedereen zijn was ingeleverd. Dat is wie je bent. Leef dat. Ja. Je hebt gedachten, hè, zeg ik altijd. Juist. Je bent ze niet. Oh, dit is ook een leuke, hè? Lekker actueel. We hebben hem ook nog gevraagd bij Scott Heuzet, 2 weken geleden. Hoe denken jullie over donorschap? Nou ja, ik zal als eerste gaan, dan kunnen jullie daarna een heel verhaal vertellen. Ze mogen me helemaal hebben, zo denk ik erover. Oké. Okay. Punt. ik ben donor. Maar die vraag is in mijn traject ook wel 100 keer voorbij gekomen. En ik heb daar natuurlijk het eerst buiten mezelf gezocht en bij andere mediums en lezingen geweest over hoe zit het met de dood. Dingen gehoord waarvan ik voelde, ik weet het niet hoor, maar dit klopt voor mij niet. Waarin dan inderdaad je eigen gevoel. Ik heb een jaar of 3 geleden besproken met David Thompson. En William heeft daar voor mij een bevredigend antwoord over gegeven. Dat de organen en de vibratie gewoon omgezet worden als het de bedoeling is. En dat als het niet de bedoeling is, dan kan het zijn dat een orgaan alsnog afgestoten wordt en iemand alsnog overlijdt. Wat dat betreft, wat mij betreft, mogen ze van mij ook alles hebben. Want ik ben niet mijn lichaam en ik ben niet mijn organen. En als ik ga, gaat mijn ziel gewoon naar een andere wereld. En wat jullie mee doet, helemaal prima. Als ik iemand anders gelukkig kan maken en... Ja. Een leven door kan laten leven volgens. En het is een vader van een kind. Of het is een kind die nog een leven te lijden heeft. Denk ik dat ik dan vanuit de geestenwereld mijn ziel alleen maar groter maak. Of sterker maak. Of weet ik, het lichter maakt. Hoe je het wil zien. Zoals Daniel mooi zei. Het is de grootste daad die je kan doen. Precies. Als mens. En dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. Ja. Ja. Mooi. Ja, ik vind het belangrijk dat iedereen daar in ieder geval zelf over kan beslissen. Ja, absoluut. Hè, en een beetje de discussie is nu dat je misschien zonder dat je invult of je donor wilt zijn, dat je automatisch donor bent. En gelukkig kan de familie toch nog op het laatst zeggen, nou, ik wil niet dat het gebeurt. Dat vind ik wel hele belangrijke dingen. Absoluut. Omdat doodgaan toch iets fysieks is, wat voor heel veel mensen heel, heel intiem is en heel, heel moeilijk is. En natuurlijk heb je ook de discussie dat je organen eruit moeten voordat je echt helemaal, hè, voordat je hart stopt. Dus wordt er ook wel gezegd, mensen maken het mee, de stervende maakt het mee, dat je toch nog... Dat gebeurt. Ik vind het een lastige. Is het ook? Van mij mogen ze het ook hebben. En ik vertrouw erop dat... ik heb nog nooit, laat ik het zo zeggen, nog nooit iemand uit de spirituele wereld bij me gehad die zei, ik was donor en dat orgaan is eruit gegaan. En daar heb ik zo onder geleden dat het eruit gegaan is. Dat dus nee, dus... Ik, voor mij mag het ook. Maar ik heb wel een keer meegemaakt in een consult, was dat niet een demonstratie volgens mij, dat de overledene doorgaf dat ze blij waren dat ze de keuze hadden gemaakt om te doneren. Dus dat was wel mooi om te voelen. Dus dat de geest wil zelf, dus ze zeiden niet van ik heb er last van gehad, maar dat jullie de keuze gemaakt hebben om het toch te doen. Dat was heel mooi. Tenminste, dat heeft mij heel erg geraakt toen. Ik dacht, oh ja, dat weet je, dat is iets wat... Ik zie nog 1 lange vraag en volgens mij moeten we daar maar de laatste houden. Want ik zie ook al dat het... kijk, tijd kent geen tijd. Wij kennen geen tijd nu natuurlijk. Maar ik zie ineens dat het 9:50 is. José, Daan heeft wel uitgelegd hoe het werkt. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw uitleg. Hoe werkt de samenwerking tussen een medium en de spirituele wereld? Je vrienden, gidsen, begeleiders, hoe je het ook wil noemen.
bij iedereen is het anders, dat weet ik. Maar hoezo is het bij iedereen anders? Wat kunnen we doen om de communicatie te versterken? Wat kunnen we doen? Nou, volgens mij hebben we daar al de hele avond over gehad. Maar volgens mij vraagt ze vooral, hoe werkt de samenwerking tussen een medium en de spirituele wereld? Ja. Kun je daar visie op wil geven? Ik hoop dat elk medium veel in gedachten communiceert met de spirituele wereld, met je gidsen, met je helpers. En ze laat weten waar je aan toe bent. Bijvoorbeeld, ik wil graag namen krijgen. Dat zeg je tegen ze buiten je werk om. Zodat ze weten, ze is er aan toe. En als ze weer gaat werken, dan gaan we dat doen. Misschien niet de eerste consult of demonstratie, maar ze weten dat je ervoor open staat. Dus die communicatie in de vrije tijd is belangrijk. In je ontwikkeling, maar altijd. Hè, we blijven ons allemaal ontwikkelen. Dat is belangrijk, die communicatie. En verder door zoveel mogelijk van ziel tot ziel met je helpers te zitten. En zonder dat je nou moet weten meteen wie je helpers zijn. Want daar zijn ze absoluut niet in geïnteresseerd. Ik vind dat geweldig als mensen het weten. Hè? Maar ik weet ook dat dat helpers weer kunnen veranderen. Dus soms is het ook wel eens lastig als je denkt, nou, ik heb die persoon bij me als gids, dat je daar weer afhankelijk van kan worden en dat je niet helemaal open staat als die gids ruimte maakt voor een nieuwe gids. Dus communiceer met ze door met ze te praten, dat je overal open voor staat, hoe elk contact begint, dat dat uniek is, nieuw is, niet altijd op dezelfde manier hoeft te beginnen, dat je open staat voor nieuwe gidsen en dat je vooral weet dat ze bij je zijn om je te helpen zo zuiver mogelijk je mediumschap te doen. En als mens dat je ontwikkelt om zo zuiver mogelijk te leven. Helemaal mee eens. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het antwoord wat je geeft, José, een antwoord is wat ik ook heel vaak aangeef aan Najee. En ook Eric aan Najee gezegd heeft de laatste week bij Scott. Dus ik denk dat het ook een beetje is om het wat zichtbaarder voorder te maken. Ja, is ook heel goed. Is ook heel goed. Het prettige is van het zitten weer, komen we er toch nog even op terug, is dat als je gaat zitten en je hebt contact gemaakt met wie jij bent en zegt tegen de spirituele wereld, kom maar dichterbij en je voelt die energie. Vaak hebben mensen de ervaring van het is een man of een vrouw en meer niet. Maar dat is wel geweldig. Want als je een andere keer gaat zitten en je voelt dat de energie anders is, dan weet je dat er iemand anders bij je is. En dan zeg je, oh, wat fijn, heerlijk. Ja, dankbaar zijn, hè? Dankbaar zijn. Ja. Weet je, zo, dat mis ik ook wel zo'n beetje bij mensen die net werken of zo. Weet je, ik heb altijd met elk contact gezegd, wat is dit bijzonder, weet je. Dank je wel dat ik dit mocht ervaren of bedankt dat ik dat mocht voelen. En hoe meer je dat doet, merk je, ja, ook hoe specifieker ze eigenlijk worden naar je, of hoe meer ze je zien of zo op een bepaalde manier. Ja, maar ja, dat is ook wel logisch, toch? Ja, vind ik ook. Helemaal meer. Ja, het verdienen ze ook. Ja, absoluut. En ik bedoel, ja, ze doen het uit liefde, maar het is natuurlijk toch heerlijk als ze horen hoe dankbaar je bent. Ze kunnen wel je gedachten lezen, maar het is natuurlijk ook mooi om het, zoals nu, gewoon eens over te hebben. Het zal toch voor hun ook een feestje zijn als ze dit meekrijgen. Lijkt me. Ja. En ik denk dat we ze alle drie voelen, dus dat scheelt dan ook weer. Zulke dingen doe je nooit alleen, toch? Nee. Ja, weet je, het is 21:30. Volgens mij moeten we er een punt aan breien. Ja, ik denk en dat kan dan Daniel wel zo mooi doen. Dus. Doorpraten. En ik ben heel dankbaar. En ik weet dat Rosita dat ook is, José. Dat je mee hebt willen werken aan dit interactieve programma, waarbij wij de missie hebben om mediumschap helder te maken.
En ja, niemand anders dan jij kan dit met zo ontzettend veel inspiratie brengen. Ik weet zeker dat de mensen die gekeken hebben vanavond nog gaan zitten. Hoop ik. Heel stil, dat wel. Heel stil zitten. Dankjewel voor je tijd en aandacht en dat je mee wilde werken. Wij zien elkaar heel snel. En ja, tot de volgende keer natuurlijk. Ja, José, dankjewel. Leuk was het. We zien elkaar snel. Ja, dank jullie wel. Nou, voor de kijkers, volgende maand zijn we er weer. En binnenkort komt er een nieuwe datum beschikbaar. Dan zijn Rosita en ik samen en kun je weer je vragen stellen via deze Facebookpagina Next Level Talks. En voor nu, dank jullie wel voor het kijken. En een prachtige week met veel tijd met de spirituele wereld. Thank you.